soms wel eens van, waar is die handleiding voor het leven? En ik moet zeggen, als ik terugkijk op al die jaren dat ik ondertussen hier op aarde rondloop, dan zijn er inderdaad een aantal momenten geweest waarin dat ik liever een handleiding had gehad. Of iemand die zei van, Lindsay, je moet deze weg inslaan, je moet deze keuze maken. Om door te gaan met deze video of gewoon te stoppen en te wachten totdat betere omstandigheden zijn. Maar net door, door moeilijke zaken te gaan, net door obstakels aan te pakken en door obstakels te zien als leermomenten, ga je nadien merken dat je gegroeid bent. Dat je weer rijker geworden bent, dat je wijzer geworden bent. En er zijn heel veel dingen die in je leven gebeuren, en daar kan ik ook uit ervaring voor meespreken, die gebeuren en dat je eigenlijk zelf nooit had gedacht dat je dat zou moeten meemaken of dat je zou voor die keuze te komen staan. Maar eenmaal dat je die keuze gemaakt hebt, dan zie je ook waarom dat je die ervaring en waarom dat je die problemen of die obstakels meegemaakt hebben. Ik kan dat zien in relaties, ik kan dat zien op werkvlak, ik kan dat zien gewoon aan de hand van je eigen gemoedstoestand, dat maakt niet uit. Maar altijd komt het op hetzelfde neer. Het leven daagt je uit en het leven brengt jou situaties en mensen en personen omdat jij aan jezelf zou gaan werken, omdat jij zou meestromen op de cyclus van de natuur. Want zoals je ziet, de boom achter mij, die pruimboom, die staat ondertussen al in bloei. Ondanks het feit dat we eigenlijk nog maar eind februari zijn. En de natuur houdt zich ook niet aan vaststaande datums en vaststaande tijdstippen over wanneer dat ze zouden mogen gaan bloeien en wanneer dat de ideale periode is. De natuur volgt gewoon zijn intuïtie en zijn natuurlijke stroom. En als er iets is wat je leert door het leven te leiden, is dat alle dingen die op je pad komen, er zijn om jou iets bij te brengen. Jaren heb ik ook geleefd van dag tot dag. Ging ik ook gaan werken, kwam ik thuis. Was het huishouden, dan ook de kinderen. En op een bepaald punt had ik zoiets van, is dat het nu? Ga ik nu voor de rest van mijn leven gewoon maar gaan werken om geld te verdienen en dan thuiskomen, nog het huishouden gaan doen, waar je meestal veel te moe voor bent of gewoon geen zin in hebt. En die was, dat komt ook elke keer opnieuw terug. Dus niet dat je dat ene keer doet en dat dat wegblijft. Nee, dat komt altijd terug. Eten maken, net van hetzelfde. Naar de winkel gaan. Dus als je niks doet in je leven waar je geen voldoening uit haalt, waar je niks niet van jezelf kan insteken, ja, dan heb je gewoon het gevoel, of had ik het gevoel, van ja, waarom ben ik hier? Waarom loop ik hier rond? En hoe meer dat ik eigenlijk mezelf die vraag ging gaan stellen, hoe meer situaties dat er op mijn pad kwamen. Eén, dat ik natuurlijk nog meer en meer vast kwam te zitten. Maar waarom? Omdat het universum mij bijvoorbeeld die burn-out gebracht heeft. Omdat ik ervoor zorgde dan dat ik de tijd nam om te gaan kijken en gaan na te denken, wie ben ik? Wie ben ik? Wat kom ik hier doen? En wat wil ik uiteindelijk met mijn leven gaan bereiken? Wie wil ik zijn? Wat wil ik nalaten? En dat alles heeft me gebracht tot vandaag. En elke dag komen er nog heel veel obstakels op mijn pad. Bijvoorbeeld in het thuisonderwijsverhaal van mijn kinderen, waar we nu ongeveer een jaartje mee bezig zijn, is het ook elke dag gaan zoeken, elke dag gaan voelen van wat hebben ze nodig, wat heb ik nodig, op welke manier kunnen we dat aanpassen. Want het systeem is
gemaakt en gebaseerd op dingen die er vroeger waren. Maar de tijden veranderen. En als je altijd blijft vastzitten in dat systeem, dan voel je gewoon ook dat het niet meer klopt. Dus ook daar heb je de keuze van. Blijf je gewoon maar doen zoals je altijd geleerd hebt. Blijf je gewoon maar doen en reageren volgens de overtuiging dat je meegekregen hebt van thuis. Of beslis je ervoor om het anders te gaan doen. En beslis je om een pad te bewandelen dat anderen misschien nog niet bewandeld hebben. En dat maakt het niet altijd gemakkelijk. Dat kan ik ook van mij spreken. Maar op lange termijn en ook op korte termijn is de voldoening en de vervulling die je eruit krijgt wel veel beter. Dus, ik wil deze video ook niet te lang maken, maar dus denk voor jezelf gewoon eens na van op welke manier wil ik dat mensen later aan mij denken. Wat wil ik nalaten en op welke manier, welke keuzes kan ik maken zodanig dat ik echt het alles uit mijn leven haal wat maar mogelijk is. En maak dan die keuze en ga er dan voor. Succes!